naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een weekvlog voor jullie. En dit is de derde weekvlog die ik ooit op mijn kanaal heb opgenomen. Ik heb namelijk ooit twee andere weekvlogs opgenomen. Die zijn al wel best wel oud. En dat kwaliteit was ook niet zo heel erg goed. Toen filmde ik nog met mijn oude camera. En het leek me wel leuk om weer een keertje opnieuw te proberen of weekvloggen leuk is. En of jullie het leuk vinden en of ik het leuk vind. En ja, ik ben dus nu op stal. Ik sta hier even bij Maron. En het is wel best wel lekker weer. En vandaag is het maandag en ik krijg straks les op Senna en op Nervión. Want Senna die rij ik nu tegenwoordig een klein beetje bij. Want mijn moeder die vindt het wat fijn als ik nu eerst ga rijden op hem. Want we zijn het rijden met Senna ook weer een beetje aan het oppakken. En mijn moeder vindt het wat fijn als ik er eerst op ga. Want dan kan zij mooi aanwijzingen geven over wat dan precies wel goed gaat en niet. En zij ziet dat van de grond beter omdat ze natuurlijk ook die opleiding doet. En als ik een paar keer heb gereden, dan gaat mijn moeder zelf weer even proberen. Dus ik krijg ook les met Senna. En als het goed is krijg ik ook een beetje les met Nervión. En daar heb ik best wel veel zin in. Want ik ben mijn moeder soort van... ja, examenkandidaat. Ze doen natuurlijk een opleiding en waarschijnlijk heb ik al een klein stukje uitgelegd over de update video van Maron in die video. Dus als je precies wil weten wat mijn moeder doet, dan vertel ik dat daar ook een deel in. En ik ben nou dus haar examenkandidaat, dus ze moet mij ook eigenlijk 1 keer in de week lessen en ik moet daar dan een soort van verslagje voor maken. En dat telt dus mee voor haar examen. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat ik les krijg. En ik ben nu op de stal met scooter. Ik ga namelijk zo meteen naar huis en ik heb net alles hier schoongemaakt. Dan ga ik eerst eten en dan kom ik met mijn moeder weer terug en dan gaan we, krijg ik dus les. Dus ik ga nu eerst even wat eten en dan kom ik straks weer terug en dan heb ik lekker les. Voeten, Tess. Je voeten. Van hand veranderen. Eerder voorbereiden. Dan wil je ook antwoord eraf. Maak hem eerst dat hij in stelling loopt. Buiging, ontspanning. Goed zo. Ondertreden. Het ondertreden doet hij nu mooi. Buiging. Goed zo. Hij vindt het draf nog lastig zo, om zijn balans te bewaren. Dan gaat hij kiekelen, dan gaat hij naar beneden, dan gaat hij koppeltje duikelen bijna. Dus dat hoeft niet. Dus je vraagt of hij zijn eigen hoofd gewoon wel lekker wil dragen. En of hij wil ontspannen in draf. Gewoon rustig draven. Hij hoeft niet hard, dus hij maar rustig draaft is ook goed, hè. Zoek even een tempo waarin hij zijn balans kan vinden en waar hij ook een ontspanning kan vinden. Anders gaat hij alleen maar spanning opbouwen voor de draf. Zelf ook ontspannen. Denk aan je voeten. En weer terug naar stap. En belonen, want hij doet het goed nu. Netjes. Houd houden. Maar even uitstappen. Nou, het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan. Ik heb wel gewerkt, want ik heb sinds kort een bijbaantje bij de Blokker. En daar heb ik dus ongeveer 5 uurtjes gewerkt. En het is nu de avond en ik ga nu Nervión even rijden. Ik ga hetzelfde doen wat ik eigenlijk een beetje met Senna gisteren... Want ik heb gisteren les gekregen met Senna, hebben jullie misschien wel een stukje gezien. En... ja, dat ga ik proberen, eigenlijk de les wat ik met Senna moest doen, ook op Nervión te oefenen. En dit gaat nu voornamelijk vooral in stap zijn, dus daarom denk ik niet dat ik nu de camera neer ga zetten. Ik wil wel heel graag een keertje een les, laat me nog helemaal filmen, dat jullie ook het commentaar heel goed bij gaan horen van mijn moeder. Omdat jullie dan precies kunnen horen ja, wat ik dan moet doen. En ja, ik heb natuurlijk weer dat rode dekje op. Oh. En zijn hoofdzaal moet nog even om. En ik moet zelf mijn laarzen nog even aantrekken. En dan gaan we even lekker rijden. En morgen krijg ik waarschijnlijk ook nog les op Nervión. Maar dat is ook niet helemaal zeker. Want ik zeg dat heel vaak in video's. Van ja, ik krijg vandaag les. Of ik ga vandaag dit doen. En dan uiteindelijk komt er helemaal niks van. Maar dat komt omdat onze plannen nogal vaak wisselen. En mijn moeder die zegt dat dan bijvoorbeeld wel. En dan komt ze later achter. Ik heb toch niet zoveel tijd vandaag. Want ik kan het morgen doen. Dus dat is wel handig als je moeder hebt die les geeft. Van, je kan het heel makkelijk doorschuiven naar een andere dag. Dus dat gebeurt ook nog best wel regelmatig. Maar ik ga nu gewoon even lekker vrij rijden met Nerv. En morgen krijg ik dus waarschijnlijk les. We hebben net gereden en het ging best wel heel erg goed. We hebben vooral veel een stap geoefend met stelling en buiging. En als dat heel erg goed gaat, dan gaan we door naar het draven. En als het goed is, krijg ik morgen dus les. En dan gaan wij even een stukje oefenen met draven, met stelling en buiging. Want Nervie vindt dat echt heel erg moeilijk in de draf. En in stap kan die het eigenlijk... Nou ja, steeds beter. En daarna gaan we het dus mooi even eraf oefenen. En ja, zo gaan we eens een stapje verder. En het is nu al best wel snel donker aan het worden. Het is nu al bijna 9:30. En nou ja, het is nog geen 9:30. Maar 9:30 gisteravond was het echt donker. Dus ik dacht echt van, oh wow, dat gaat best snel. En ja, Nervie is best wel heel erg lief. Even lekker aan het uitstappen. Nou, paard krijgt even wat eten. En hij is erg ongeduldig. Oh, Nervie. Oh god, kijk, dit bedoel ik. Oh, mijn god. Alles valt uit je mond. Hij is echt een schrokkerd gewoon. Hij ligt de helft volgens mij echt naast nu. Nou, en die anderen krijgen ook even eten, maar dan vast buiten. Nervie was toch al in de stal, dus ik heb hem maar even stal eten gegeven. En dan ga ik nu even die anderen eten geven. Nou, ik heb hier even 2 emmers met fibra en die zijn dan voor Senna Maron. En ze krijgen dit elke dag, alleen wat fibra. En dat gooi ik daar gewoon, laat maar zeggen, in de bak. Ja, kom jongens. Hier is het eten. Kijk, eentje die zet ik hier neer. Oh, je ziet het echt heel slecht. En die kiep ik hier om. Zo, wat ben je aan het doen? Ook met zijn hoofd. Dat, hier moet zijn. Oh, wat een slecht licht is het hier. Nou, die hebben dus eten. Nou, de paarden hebben allemaal eten. En normaal krijgen ze altijd fibra in de middag. Alleen omdat ik nu niet in de middag ben geweest, maar in de avond krijgen ze nu 's avonds fibra. Het ligt maar net aan wanneer ik weer, laat maar zeggen, op stal ben. Ik ga nu weer naar huis en jullie zien mij morgen weer. Nou, het is vandaag woensdag en ik ben met Nervión in de bak. Oh, waar is die? Daar is die. En wij gaan even wat grondwerk doen. Dat probeer ik ongeveer 2 keer in de week te doen. Lukt niet altijd, maar de ene keer doe ik het wel, dan weer lukt het weer niet. Maar vandaag gaan we even wat grondwerk doen. En ik zal zo meteen een klein stukje filmen daarvan. En ja, ik zou eigenlijk vandaag les krijgen. Dat had ik namelijk gisteren gezegd in het beeld wat jullie gisteren zagen. Maar ik was vergeten dat mijn moeder moest werken. Dus dat gaat niet door. Zoals ik al heel vaak of nee, dat heb ik niet heel vaak gezegd. Maar zoals ik al een keer in deze video heb gezegd, is dat het nog best wel vaak, laat maar zeggen, gebeurt. Dat ik iets zeg dat we gaan doen, wat uiteindelijk niet, dat we dat helemaal niet gaan doen. En dat komt gewoon, ja, omdat er gewoon heel vaak dingen veranderen. En ja, ik heb het vast wel uitgelegd, volgens mij. Maar ik weet niet wanneer ik nu weer les krijg. Maar ik zie het wel weer. Wij zijn nu eerst even lekker wat grondwerk aan het doen. En ik denk misschien morgen even wat nekroop rijden. Vind ik ook wel weer leuk. En ja, daar hebben we eigenlijk wel zin in, Nerv. Nou, Nervie is klaar. En hij heeft echt heel erg goed gedaan. Ik ben vergeten de camera neer te zetten. Maar hij mag nog heel eventjes lekker grazen in de bak. Doe maar, jongen. Want het ging echt zo goed dat ik eigenlijk was vergeten om nog een klein stukje te filmen. Oh, hij volgt me nu. Echt schattig. Ga maar eten, jongen. Het ging echt mega goed. Oh, de lijn. Ja, het ging echt gewoon super goed. En ik had echt niet verwacht dat het zo goed ging. Want het is al best wel een tijdje geleden dat we voor het laatst grondwerk hebben gedaan. Maar ik heb helaas niks kunnen filmen. Ik was namelijk vergeten de camera neer te zetten. En ik vind het altijd een beetje lastig als ik dan en met hem bezig ben en de camera moet neerzetten. En om, laat maar zeggen, als je met hem bezig bent, dan moet je ook onthouden van oké, ben ik wel in beeld en alles. En dat is soms best lastig. Hij loopt echt heel schattig. Dus ik had nu even de camera niet neergezet. Maar ik wil sowieso nog een keer een weektraining filmen. En dat leek me heel erg leuk, dat jullie kunnen een beetje zien wat ik in een week doe. Dat zal altijd verschillend zijn, want ik doe nooit hetzelfde eigenlijk. En ja, de paarden hebben al eten gehad. Ze staan, Senna en Maron staan daar. Nervión die loopt nu achter mij. Die ga ik zo ook weer in de wei zetten en dan ga ik weer naar huis. Oh ja! Ah, dat was mijn haar. Nervión. Nou, het is vandaag vrijdag en ik ben net klaar met werken. En ik ga nu zo meteen Nervión nekro breien, denk ik. Daar heb ik wel even zin in. En ik ga eerst even bij oma eten. Want ik kom dus net op mijn werk. En we hebben nu een nieuwe, laten we zeggen, oven in de kantine. En een magnetron. Dat betekent dat we dus in de winter warme chocolademelk kunnen maken. En als we zin hebben, ook een pizza warm kunnen maken. Dus ik ga zo, mijn moeder had kleine pizzaatjes gehaald. Die ga ik zo meteen ook nog op eten. Maar ik ga eerst even naar oma om haar lasagne te eten. Nou, ik heb net even gegeten bij oma. En ik ga ook nog even wat pizza's warm maken. Want die had mijn moeder namelijk voor mij meegenomen. Omdat we dus nu sinds vandaag een oven hier hebben. Deze pizza's. En dit is namelijk onze oude oven. Ik weet alleen even niet hoe die werkt. Oh, hij doet het al. Ik ga Nervión trouwens niet meer rijden, omdat het zo meteen best wel hard gaat regenen. Dus ik ga zo meteen gewoon lekker naar huis. Ik ben ook best wel moe. Ik heb ze nu net eten gegeven. Ze staan daar buiten. Oh, hoogstwaarschijnlijk. Nee, je ziet het niet. Ze staan nu fibra te eten en dan krijgen ze nog gas. En dan ga ik zo naar huis. En ik ga eerst even pizza's warm maken. Ah, hit. Pizza's warm maken nu. En ja. Ik heb net de pizza's even uitgehaald. Ik ben ondertussen een video van Flina aan het kijken. En de paarden die staan buiten. En ze staan nu bij het gras. Want ik heb ze nog geen gras gegeven. Maar ze denken wat ze gras hebben gehad. Dus ze zijn gewoon te eten buiten. En ja, ik ga lekker even mijn pizza opeten. Het is vandaag vrijdag. En ik ga naar Nervión zo rijden. Ik ben net op stal aangekomen. En ik ga vanavond weer werken. Dus ik kan niet al te lang blijven. Ik was van plan om gisteren eerst al met Nervión wat nekrooprijden weer te gaan doen. Maar gisteren begon het en ik heel hard te regenen. Dus toen dacht ik, ja, laat maar. Dus hij heeft gisteren vrij gehad. En vandaag wilde ik wel graag even wat doen met hem. En ik ga gewoon even zonder zadel rijden. En dan wel even met hoofdstijl. En als het goed gaat wel even met nekroop. Ik had laatst namelijk een filmpje op Instagram gezet. Dat het namelijk... Ja, dat was een filmpje dat ik nekroop ging rijden. En dat was echt helemaal los. Ook zonder teugels. Ging echt super goed. Het enige lastige is dan, wat hij namelijk nog wel doet, is... ik kan wel de bakken rond en wat voltetjes maken. Maar als ik wel van hand wil veranderen, daarvoor op de rechterhand. Hij vindt de rechtsom heel erg moeilijk. Dus met nekroop heb ik dan niet zoveel te vertellen. En dan gaat hij gewoon weer de andere kant op. Dus ik wil dat eventjes oefenen met teugels erbij. Zodat ik hem dan met hand veranderen naar rechterhand even bij kan sturen met mijn teugels als hij weer de andere kant op wil. Want hij vindt rechts gewoon heel moeilijk en daarom wil hij dus de andere kant op. Dus ik wilde dat dus eventjes doen met teugels erbij. En de paarden hebben net al eten gehad. En ze hebben ook al gras gehad. Dus ik ga nu Nervión eventjes halen. Oké, ik wil echt net gaan rijden. Hey, jongens, het regent. Het regent heel hard naar mijn camera. Die stond al buiten. Dus die is een beetje nat. Maar ik heb Nervión maar even in zijn stal gedaan. Ja, het regent. En dan moet ik maar even wachten tot de regen een beetje voorbij is. Nou, zoals jullie misschien wel hebben gezien, hebben jullie niks gezien van het rijden. Ik heb uiteindelijk ook niet meer nekroop gereden, want Nervión was echt... Het waaide best wel hard. En we hebben mais achter ons. Schrok hij best wel vaak van. Toen had ik zoiets van, nee, dit is niet handig om nu te gaan nekroop rijden. Dus ik heb gewoon maar een beetje gestapt. En een beetje een stapoefeningje gedaan zonder zadel. Heb ik niet gefilmd, ik weet niet waarom. Ik ben gewoon vergeten de camera aan te zetten, denk ik. En ik ga nu zo naar huis. En ik wil eigenlijk... gelijk de weekvlog hierbij afsluiten. Want ik heb dan nog even een paar dagen de tijd om even al deze video's te gaan editen voordat ik weer naar school moet. En ja, dat leek me wel even wat handiger. Dus als je dit leuk vond, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En laat zeker even een reactie weten of ik vaker een weekvlog moet maken, want ik vond het best wel leuk. En ja, als het aan mij ligt wil ik het best wel vaker doen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!